ongeveer. Ja. Ja, het is nog nooit een marathon gelopen. Het is nu 7 weken tot je eerste marathon. Je bent een beetje ziekjes. Je hebt dan een week niet echt goed kunnen trainen. En je hebt je zojuist ingeschreven voor je tweede marathon. Ik word hier wakker en we zijn in Valencia en ja, het is hier altijd zo mooi weer in de ochtend, windstil en zo. Zegt Anne Merel, zegt Tuur! Ha! Er zijn 20.000 startbewijzen voor Valencia en zijn nu nog maar 30.000 startbewijzen voor Valencia en zijn er nu nog maar 500 over. Als je ooit Valencia wil lopen, dan moeten we nu inschrijven. Voor december 2020. Dus over 10 maanden. Over 10 maanden. En ik heb nog even de eerste marathon gelopen. Maar ja, ik denk ja. Ja, doe maar dan. Dus wij hebben zojuist ingeschreven voor de Valencia Marathon. Nee, ik moet nog klikken. Moet je nog klikken? Ik moet nog op finish purchase doen. Ik moet ook nog betalen. Zo makkelijk gaat dat niet. Het is niet dat je je inschrijft of zo. Finish purchase. Oh, en ik heb ook geen verzekering genomen dat ik hem niet kan cancelen, zeg maar. Nee. Moet niet alles verzekeren, toch, in je leven? Oh my god, congratulations. Tuur. Ja. Tuur. Ja. Jij hebt dus nog nooit een marathon gelopen. Het is nu 7 weken tot je eerste marathon. Je bent een beetje ziekjes. Je hebt dan een week niet echt goed kunnen trainen. En je hebt je zojuist ingeschreven voor je tweede marathon. Bibber, bibber. Is het iets dat je je atleten ook zou aanraden? Ja, er zit genoeg tijd tussen natuurlijk, hè. April. En dan de zomer voorbij. Wanneer moet je dan voor gaan trainen? Dan eind van de zomer of zo, hè? Ja, naar bruiloft. Ja, september. September, oktober, november. Heb je druk met cross country? Oh ja, cross country season. Misschien kun je dan hardlopend daar naartoe. Dat soort dingen. Ja. Oké. Okay. Nee, maar ik was altijd wel goed in november. Oké, okay, maar dit is december. Ja, daarom. November moet je je trainingen doen, hè? Oktober, november. Ja. Anyway, het is vandaag, vrijdag 14 februari. Het is Valentijnsdag. We hebben niet echt iets gepland. We gaan gewoon leuke dingen doen. Zoals hardlopen. Lekker eten. Wat we eigenlijk altijd doen. En we hebben elkaar net ingeschreven voor de Valencia Marathon op Valentijn. Dat is ons Valentijnscadeau aan elkaar. Oh jee. Yeah. Dat is een leuk, weekendje denk ik. Is daar hard gelopen? Volgens mij was het 2,50 toen je daar vorig jaar. Oh, mijn arm wordt lam. Zeg? Mijn arm wordt lam. Ja? Ja. Dit is trouwens echt heel erg, want een tering zo hier is, maar we hebben geen kastruimte, dus dit is gewoon een beetje de situatie. Maar Tuur, wil je nog even 1 keer vertellen wat jij vannacht dacht? Ik was om 4 uur opgestaan, omdat ik werd vannacht wakker en toen had ik last van deze puist. Dus toen dacht ik, ik ga er even een spulletje op doen. Dus ik stond daar, is een spiegel. Daar stond ik dat te doen. En Tuur die was blijkbaar wel wakker geworden daarvan. Alleen hij deed het alsof hij sliep. Want hij dacht... Ja, ik hoorde echt zo van die muizenstapjes. Ik denk, hey, die Annemiel wil echt heel stil zijn. Die is iets van plan. Dan zag je met lampjes... Ik zag jij daar lopen. Ja, met mijn iPhone was dat. En een lampje. En ik denk... die is... Valentijnslinger had opwarmen voor mij of iets. Het is inmiddels 22:30 en ik heb een blog geschreven. Okay. En ik lig nog steeds in bed. Wauw. Het is super mooi weer. Echt, de lucht is strakblauw. We moeten echt wat gaan doen, Tuur. Of in ieder geval, ik heb al wat gedaan. Maar we moeten echt gaan ontbijten. Ja, je had je schoen al in je hand. Ik heb een blog geschreven voor alle mensen die vrijgezel zijn. En die wel een soort van, hoe moet je het zeggen, steuntje in de rug kunnen hebben op Valentijnsdag. Zoiets. Ja. Maar je kan toch ook gelukkig zijn als je vrijgezel bent? Ja, dat is het verhaal eigenlijk.
Maar weet je wat heel vaak... Altijd als ik super gelukkig was, in mijn vrijgezelle periode, gingen mensen altijd vragen aan mij, maar mis je dan helemaal geen relatie? En dan ging ik weer twijfelen. Weet je, dan op het moment dat ik dan heel gelukkig was, dan konden mensen dat blijkbaar niet bevatten dat ik ook alleen gelukkig kon zijn. En dan vroegen ze van ja, mis je dan geen relatie? Aan de ene kant is het misschien een vrij logische vraag, maar daardoor ging ik dus weer twijfelen, waardoor ik dan weer een beetje verdrietig werd. Dus ik wil tegen die mensen zeggen, twijfel niet. Geniet van je leven. Misschien komt het. Fortuyn kwam het pas toen hij 47 was. Ook al vindt hij het niet leuk dat ik zijn leeftijd zeg. Nu wel hoor. Ja. Ja. You're owning it. Eerst ontbijt gehaald. Ik heb ontbijt gemaakt. We hebben een stokbroodje met tortilla en een chocoladebroodje. Turf koffie. Ik heb al genoeg koffie op vandaag. En we zitten op ons dakterras. In het zonnetje. Heerlijk. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Muziekje erbij. Wat een act of love. Valentijnsdag. Het opblazen van een gymbal. Zodat ik eindelijk weer mijn buikspieren kan trainen. Het is inmiddels 12 uur. Het is echt super lekker weer. Echt bizar. Gaat het hier? Oeh, je bent bezweet. Ja. Heb je net hard gelopen? Durf je niet dichtbij te staan? Weet je hoe nat je bent? Dat verschilt echt met mij. Weet je wat nou het echt het enige grote nadeel is van samen zijn met je coach? Dat hij dan, ook al heb jij echt geen zin, toch maar eens eentje krachtoefeningen gaat doen. En dat jij je dan schuldig voelt dat jij dat niet doet. Andersom is het is heel makkelijk om ook niet mee te doen. Omdat jij zegt, ja, ik ben er gewoon te ziek voor op het moment. Ik voel me niet echt lekker ervoor. Om dan te zeggen, ah, dan stel ik het ook wel uit. De laatste vlog die ik maakte was op zondag en maandag. Toen was Tuur ziek. En ik ben dinsdag ziek geworden. Niet ziek, maar gewoon flink verkouden en niet echt fit. Inmiddels gaat het wel beter, maar ik voel me nog niet echt fit. In ieder geval niet fit genoeg om nu buikspieroefeningen te gaan doen. Dus dat is een beetje het verhaal. Ze kan het ook niet laten, die Anne Merel. Het is 3 uur en wij lagen echt ontzettend lekker in het zonnetje. Maar we moeten toch echt gaan eten, want we hebben honger. Honger. Ja. Ja. We gaan even ontbijten. Natuurlijk zeg ik dat deze outfit warm genoeg is. Ik hoop het echt. Het is 22 graden buiten. Mm-hmm. In de shadow. Ik vind deze lift in mijn eentje eng. Vanmorgen heb ik 3 keer het idee gehad dat ze neerstortte. Dat ik neerstortte. Vanmorgen? Toen ik alleen was. Echt? Ja. In de zon is het in ieder geval meer dan warm genoeg. Gisteren zaten we bij dit Italiaanse restaurant. Dat was super leuk. Maar we staan nu in rijen met mensen te wachten. Dus we zijn nu bij een restaurantje inderdaad aangeschoven. Het heet Nagato. En dat is sushi. Yay. En de zon komt net achter dit gebouw vandaan. Dus ik heb echt het perfecte plaatsje hier gekozen. Komt straks ook wel bij jou. Heb jij ook zo'n mooi uitzicht? Ja, ik heb jou als uitzicht. Kots, kots. We geven alles door elkaar. Dat had ik niet verwacht. Maar we gaan gewoon lekker eten. Ik ben net afgerekend bij het Japanse restaurant. En een koffie aan het drinken bij ons. Sinds gisteren favoriete koffietentje. Hij is namelijk in de zon 's middags. Zo, hij is echt lekker. En de koffie is maar 1,10 euro. Dat is ook wel fijn. En dan gaan we daarna door. Wil je nog die huis laten zien? Aan de... Wil je nog die huis laten zien aan de kijker? Mooi pleintje. En het zonnetje, die vind ik vooral mooi.
is echt lekker. Ja. Ben je er ook op? Ik ben heel even aan het werk. Ik ben aan het mailen. Nou, dan doe ik even de zon. Yeah, normaal sta ik nu in de Haagse sporttuin. Vrijdag hadden ze een pittig dagje. Yeah. Daar lopen we altijd hard. Hier achter die fontein heb je het hardlooppad. Het is inmiddels 6:30. Het is borreltijd. En we hebben een half stokbrood met aioli. We hebben drankjes. Ik heb bitter Kas ontdekt, dat is sin alcohol. Het smaakt een heel klein beetje naar Crodino, een klein beetje. Het is een beetje een kruidig drankje. Natuur heeft bier. Doodgeslagen bier. Ja, hoe komt dat? Enorm doodgeslagen. Hoe kan het als jouw bier is doodgeslagen? Ik heb het in het glas gedaan, dat is mijn schuld denk ik. San Miguel 0.0. Het is natuurlijk nog 0.0, dat is wel een goeie, hè? Ja, dat is een hele goeie. 0.0. Zeker als jij 2 marathons wil lopen in een jaar. In een jaar, dan moet je natuurlijk wel... Nou, het is niet dat jij het echt veel beter, maar... Wow. Toen ik het erin deed, was het echt tot hier een schuimkraag. Ja, en toen ging hij zichzelf een beetje... doodslaan. Ja, ik weet het ook niet. Weet je dat soms... Waarom? Mijn vader zegt volgens mij dat je niet mag afwassen met zeep, omdat je dan je bier doodslaat. Klopt dat? Ja, dat heeft wat ermee te maken, ja. We gaan nu kijken naar... This is Us, seizoen 3 staat nu online. Je weet niet of het in Nederland ook wel is. Ja, ja, ik heb het al uitgezocht. Yay, we found a restaurant. The Black Turtle. Ah, dat ziet er cool uit. Toch? Leuk. En we zijn niet eens de eerste vandaag. Cheers, stuurtje. Cheers, meertje. Op je 5.0'tje. Ik gok dat er 5% bier in zit. Je zegt dat op mijn 0.0. Dus ik denk dat dit het 5.0 is. Twee weken geen alcohol, hè? Ik ook niet. Dit is een sangria. Alleen ze hebben er maar heel weinig alcohol in gedaan. Volgens mij hebben ze alleen een heel klein beetje wijn erin gedaan. Er gaat ook nog iets anders in normaal gesproken. Op onze liefde. Oh ja. Ik kwam binnen met het idee dat ik een salade ging eten, maar het is me niet gelukt. In een burgerrestaurant. We ate it all. En het was very good. Tuur is nu echt helemaal blij. Ah, dit eten was lekker met die kipburger met guacamole. Oké, we zijn weer terug. Tuur zit nog in zijn jas op de bank met zijn telefoon te spelen. Ik ga lekker slapen, want ik heb het gevoel alsof ik al 3 dagen geleefd heb. In plaats van 1 dag waarin ik niet eens zo heel bijzonder veel gedaan heb. Het was wel echt een mooie dag. Maar het was wel een mooie dag, maar ik ben wel echt kapot. Van wat? I don't know. Ik ga slapen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie snel weer bij een nieuwe video.